Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zitten we weer natuurlijk op Attack of the B-Team. En dit is meteen achteraan geüpload, of nee, opgenomen. Want, oh deze is leeg, dammit. Want ik ga namelijk eventjes de ding nu maken die we dus nodig hebben. Waarom kom ik niet op door? De Tree Farm Automatic Power System Sorter ding in geval. Aha! Ik kwam op het woord. dus dat gaan we nu maken. En vorige keer hebben we dit allemaal uitgegraven enzovoort enzovoort. En dat was allemaal leuk en aardig. En we gaan nu zorgen dat ik de tree farm even hier maak. Ik denk dat ik hem hier zo wel een goed plekje voor vind. Vind ik dat een goed plekje? Ik denk het wel. Ik denk dat we hier dan wel nog wat uit moeten graven. Voor de zekerheid. Dat ik 100% zeker weet dat dat de trees kunnen groeien. Hele grote bomen worden toch niet de jungle of de rubber trees. Maar alsnog, ik wil wel weten dat ze zeker groeien. Dus vandaar. Nou, die kunnen we dan eventjes gewoon invullen. Dit maak ik later allemaal wel een keer heel mooi en zo. Nu hoeft het allemaal nog niet zo mooi te zijn. Nu is het meer van, ik wil het werkend hebben. Want dan kunnen we ook echt oneindig veel resources krijgen van alle dingen en zo. Dus plup, 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 plup. Haha. Oké, okay, en dan gaan we hier naar beneden. Want de harvester, die heb ik hier in mijn inventory, die zetten we hier weg. Plup. En dan gaan we 2 naar beneden en 2 diep. En hier zetten we de planter weg. Plup. En dan zorgen we ervoor dat er een item duct vanuit dit ding naar dit ding loopt. Dan zorgen we er ook voor dat hier meteen ook power in komt. Dan moeten we dit wel eerst eventjes erin zetten. Dit eruit. En hier moeten we een humidic servo installeren. Plup. En welke, wat moet er in de humidic servo? Dan moet een van deze saplings. Dus dan gaan we in de humidic servo. Doen we, ja, 1 sapling. Whitelisted, redstone ignored en stack size 1. Dus dat betekent dat alle saplings daar automatisch nu heen gaan. En dan zorgen we er meteen voor dat deze hiermee wordt geconnect. Plup. Nou, die zitten dus al geconnect met elkaar. Dat is heel mooi. Dan hebben we hier nog een item duct. En een chest die ik ben vergeten om mee te nemen. Oh, wat stom van mij. Dus die gaan we even snel pakken, de chest. Hier staan ook echt een hele hoop chests. Dus ik wil binnenkort ook een keer een soort van chestroom maken. Dat is eigenlijk ook wel de bedoeling om dat binnenkort een keer te doen. En dan zet ik hier een chest weg. En hier komt dan de redstone furnace. Plup. En die moet ook worden gepowered, of course. En die kunnen we zo wel poweren. Gewoon YOLO. Oh, ik heb de fouten gebruikt. Het zijn namelijk hardened. Die hebben we nu niet nodig. Dus dan moeten we deze even hebben. En dan zetten we deze. Zeggen we dan boven is een output. Dit is een input. En deze zijn niks. Dacht ik zo. Ja, haha. En dan zorg ervoor dat hier de input van power komt. En de power die komt dan hier ergens vandaan. Ik weet niet precies waar. De output is dit ding dan. En die zorgt ervoor dat het dat de charcoal naar weliswaar naar die dingen toe gaan. Oké, we hebben nu hier even een beetje meer ruimte nodig. Dan maken we een 3x3 water ding maken we hier. Misschien kunnen we die hier wel zelfs maken. 1, 2, 3. Zo ziet het er misschien wat netter uit als we hem hier maken. En dan hebben we water nodig. Dat heb ik ook niet meegenomen. Dat is ook wel stom van me. Waarschijnlijk ligt die hier ook ergens in de chest. Bucket, bucket, bucket. Waar is mijn bucket? Heb ik geen bucket? Ik heb hier geen bucket liggen. Laten we 2 buckets maken. Waar, oh, waar is water?
Laten we gaan zoeken naar wat water. Ik hoop dat niet eigenlijk heel dichtbij wat... Aha, daar is wat water. Dat is heel mooi. Dus dan gebruiken we de hangglider, want dan zijn we super snel. En dan... give me some water. Mooi. En dan kunnen we nu terug naar de base. Zo. En ik moet dadelijk eten, zie ik. Dus laten we dat ook meteen doen. En dan gaan we de aqua accumulator of zo. Oeh, dat ziet er super vet uit. Als het sneeuwt, dan zie je die particles door de beacon heen gaan. Omdat het natuurlijk helemaal naar boven gaat. Dat ziet er echt zo vet uit als sneeuw. Mi gusta. Dus dan gaan we hier nou weer naar beneden. En dan zetten we hier het water weg. Wat we nodig hebben. Een infinite source maken. Zo ja, oké, nice. En dan... Accumulus water jubilator. Fluid duct. Die gaat omhoog. En die gaan dan... Oh, wauw. Naar de dingen die ik ook vergeten ben. Oh, ik vergeet alles vandaag. laten we even zoeken waar die staan. Oh, wauw. Nee. Ik wil gewoon eventjes de... Steam... Waar is mijn steam turbines? Waar zijn mijn steam turbines? Oh mijn god, heb je die nog niet gemaakt? Oké, wat kost het mij? Dat kost mij zilver. 3 zilver. 6 redstone. Waar is mijn redstone allemaal heen? 6 redstone. En een hele hoop koper, dat zag ik wel. 6 koper heb ik hier. Damn it, dat is echt helemaal niet genoeg. Heb ik hier nog wat koper in liggen? Eigenlijk niet zeker. Wauw, ik heb hier ook geen koper. Hè? Wat, ik dacht dat ik die dingen al gemaakt had. Ben ik hier koper aan het smelten of niet? Ook niet. Wow, raar. Nou, we gaan even terug naar de oude base. En dan kunnen we daar wel even 3 van die accumulus activators maken. Oh, ik dacht echt dat ik alles had. Nou, 95% had ik. Nog niet eens, maar goed, het maakt niet uit. We gaan even 3 van die dingen maken. En tregens, zoals jullie horen. En ik zeg hier koper. Koper, koper, koper. Koper ingots, er zijn er maar een paar. Doe deze ook maar gewoon. In de video. Het spijt me, hij neemt nog wel op, dus dat is nog goed gegaan. 128, doe maar. Van deze submit. Dat zijn dan 2 stacks. En dan heb ik weer niet alles voorbereid, hè? Jongen, Tommy. Nee, dan gaan we die dingen gaan we dan smelten. Daar bij mijn andere baas. Basis. Ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Nou, schiet op. Heb ik hier misschien nog iets in zitten? Even kopper, ook niet. Nou, gezellig. 59, nou kom aan, nog 5. Kom aan, give it to me. Give it to me. Nou, kom op. Kom op. Oh, dit duurt soms zo lang, dit is echt niet leuk. Go! Hehe. Oh, we hebben zelfs meer gekregen dan dat. Oh ja, natuurlijk, want we hadden al 3 koppen of zo. Nou ja, we gaan eventjes terug naar mijn andere base dan. We zien hem vandaag denk ik niet meer in actie. Aangezien dat nog veel te ver weg is. Maar ik wil nog wel een beetje meer neerzetten, zeg maar, qua machinery. Dus we gaan even kijken hoe ver dat we kunnen komen. Zit hier ergens kool in? Hier zit zeker kool in. Dat is heel mooi. Dan ga jij daarin en jij gaat hierbij in. En dan kan jij daarin, maar dan zit nog geen kool in. Maar dat maakt niet uit. Nou, dan gaan we alvast dit maken. Waar is die? Steam engine was het. Plup. Deze heb ik 3 nodig. Dus die maken we er vast 3. Hoe maken we deze ook alweer? Met iron en copper. Hebben we er... Hoeveel hebben we er nodig? 8? 6? We hebben er 6 nodig. 6. En dan... We kunnen er 4 maken. Nou, oké. Vooruit dan. Een redstone heb ik nog nodig. 3 redstone. 1, 2, 3. En hoeveel koper hebben we nu al gesmolten ongeveer?
Hier alweer 10 zoiets. Nou, dat betekent dat we hier alweer genoeg van deze dingen kunnen maken. Zo. En dan kunnen we die nog even mee wachten. Want we moeten natuurlijk wel wat meer koper hebben. Om te beginnen met het... Om te kunnen craften überhaupt. Nu kunnen we er 2 maken. Dus dan gaan we er eventjes 2 maken. En dan maken we het eigenlijk wel op het einde. Of een keer offscreen maken we wel de andere. Zo, Steam Engine. We hebben echt nog 1 koppen nodig. Dus laten we die andere ook maar gewoon meteen maken. Zo kan het ook, Tommy. Dat is veel sneller. Mooi, dan hebben ze nu alle 3. Dan ga ik ze nu wegzetten. Hoe ik ze weg wil hebben. Oh, ik moet meteen even al het andere meenemen. Wat ik mee wil nemen. Dat is dit ding. En... That's it. Ja, yeah, that's it. En hier kunnen we dan straks ook mijn originele power source van maken. Dus dat zou echt super nice zijn. Ik hoop echt dat dit gaat groeien eigenlijk. En anders moet ik het echt een keer... anders moet ik echt een keer iets anders ermee gaan doen. Iets anders proberen. Ik ga jou zo laag mogelijk over de grond maken. En dan hier 3. En dan de leadstone... Die komt hier zo. 3. En dan komen deze hierin. Die moet eigenlijk eentje terug, zo te zien. En dit moet een deel weg. Be gone. Zo. Plup. Oké, even kijken. Eentje ertussen en dan 1, 2, 3. En dan zetten we die er tegenaan. Nou, en dan de item ducks daarbovenop. Ik weet niet of dit wat ik nu ga doen nodig is, die servo's te installeren. Maar dat ga ik toch doen bij alles, hier ook. En bij de chest moet ik er nog eentje doen. En hier moet ik ook nog eentje doen. Want ik moet hier namelijk het rubber maken. Whitelist, ignore redstone stack size... ignore redstone, white is tech size. Dus dat doe ik allemaal alvast. En dan gaan we dadelijk de dingen pakken om erin te doen. Maar dat hebben we nu nog niet. Dus dan moeten we weer terug naar die andere kant toe. En dit zorgt voor het water. Als het goed is, zit hij vol met water. Ja, mooi. En dan zorgt dit ervoor dat dit wordt gepowered. Oké, waarschijnlijk. Ja, ik wil hem. Eigenlijk wil ik hier naartoe maken. Ik wil hier zeg maar de hart of zoiets. Een soort van de hart van de energy cel hebben. En dan redstone ignored. En dan output daar. En dan wil ik de input via onder. Dus dat is via hier. En dan wil ik hier zo de input. Of zullen we de input... Ja, wacht. Die input die maken we met hardend. Zo. Want dat zorgt ervoor dat hij dan sneller is of zoiets. Meer in ieder geval in één keer erin kan halen. Dat doen we even. Deze is een hele lange episode volgens mij. Dat vinden jullie niet erg, denk ik. Dus nou, als jullie het niet erg vinden, dan is het geen probleem. Ik wil dat het hier in gaat. Gaat het er zo in? Ik hoop dat het er zo in gaat en niet dat het er uit gaat of zo. Blauw, wat is blauw ook alweer? Dat ik het niet meer zou weten. in ieder geval, nu gaan we dus deze neerzetten naar deze kant toe. Zodat dit ook allemaal power krijgt. En dan zijn we heel blij. Want dan is de cirkeltje af. Dan heeft alles krijgt zo power op deze manier. We moeten alleen... Oh, wow. Dat is de eerste. Hij is gegroeid. Nice. Oké, we moeten nu even kijken dat we... En wacht, dan kunnen we dit gewoon gebruiken. Haha. Give it to me. Give me that wood. Goed zo. Dan kunnen we hier namelijk al wood installeren. Zo. Dan kunnen we hier rubber installeren. En dan moeten we hier natuurlijk doen dat die eruit gaat. Dan heb ik hier een hele hoop saplings. En die moeten namelijk beneden hier ook. Even kijken. Naar dit ding. Hoppa. En dat is zo volgens mij ook al... ingesteld dat die daarheen gaat, dacht ik. Of niet? Ik dacht het wel. Let even kijken in de servo. Als ik erbij kan. Ja, dat is ook al ingesteld. Dan moeten we alleen nog instellen dat dit uit is. En dat die
hier kool vraagt. En that's it. That's it. Oké, we moeten dit eigenlijk ook nog even eentje veranderen. Dat is deze kant. Ja, dat is die kant. Ik weet niet welke nou uit of in is. Dus dat is een beetje vervelend. op enige manier hoe we dat kunnen testen is eigenlijk door wat kool te pakken. En hem aan te zetten. En dan kunnen we meteen... Oh, ik hoop eigenlijk dat we meteen charcoal hebben. Dan kunnen we dat meteen erin doen. Dat is misschien slimmer. En dan kunnen we hem aanzetten. En dan kunnen we kijken of het is gelukt. Of die automatisch power krijgt. Enzovoort, enzovoort. Heb ik hier geen charcoal? Ja, ik heb één charcoal. Nice. Oké, en de andere doe ik dan wel kool in. Zodat die... één kool, zodat die wel een beetje power geeft. En dat als dan gewoon automatisch het kan doen. Dus dan gaan we hier in de servo zet ik kool. Of nee, de charcoal. Hier zet ik... charcoal neer. Hier wil ik charcoal in hebben. En ik wil hier dat die charcoal uitzet. Whitelisted. Redstone ignored. En dan gaan we hem aanzetten. En dan hopen we dat hij het natuurlijk gaat doen. We zetten gewoon één coal in ieder. En dan zien we als het goed is. Dadelijk power binnenkomen. Of niet dan? Of niet dan? Of niet dan? Of niet dan? Oké, okay, hij krijgt nu power binnen. En hij krijgt hem niet. Dus dit is niet binnen. Dat is oranje is dan uit of niet? Krijgt hij nu power? Hij krijgt nu geen power. Hoezo krijgt hij nu geen power? Is het dan geel wat power in is? De input. Nee, dat is dan toch oranje of blauw is de input. Oh, oh, hij gaat nu naar beneden. Dus dat betekent dat dit... Hè? Hij gaat naar beneden? Maar hij gaat nergens heen. Oh! Waarschijnlijk wordt deze dingen allemaal eerst gevuld met power. Of niet? Of die bovenste eerst? Ik zou het niet weten. Laten we dit eventjes loszetten. Kijken of die überhaupt al power binnenkrijgt. Oh! Max input moeten we natuurlijk wel... aanzetten, denk ik. Oké, dit vind ik echt heel raar. Blauw? Ah, hij moet hem blauw hebben. En dan kunnen we hem hier... Oh, met dit kunnen we hem dan aansluiten. Papada. En dan, als het goed is, krijgt alles een klein beetje power op het begin. Totdat hij natuurlijk superveel power heeft. En dan gaat hij het goed doen. Laten we hier twee kool inzetten. En laten we hier een half stack kool inzetten, zodat deze die gaat dan heel snel heel veel doen en de rest krijgt dan op geen kool. Dus, ik hoop dat hij het doet. Ik hoop dat hij nu alles doet, dat alles power krijgt. Even kijken. Die krijgt power. Die krijgt power. Die krijgt power. Die ook. En die ook. Nice. Dan gaan we even naar boven. Even kijken of dat ook allemaal power krijgt. Dat is natuurlijk ook wel mooi als dat zo is. Zit hier al iets in? Nee, hier zit nog niks in. Even kijken. Krijg jij power? Yes, jij krijgt ook power. Super. Dit is wel een heel lange episode trouwens. Maar ja, dat maakt niet uit. Jullie vinden dat waarschijnlijk wel leuk. Kijken hoe ver dat deze dingen zijn met groeien. Nog niet heel ver. Nou, er zijn nog niet echt dingen volgens mij geharvest. Even kijken. Oh, aha. Dat was het net. Dat was het net. Hij deed het net. En ik stond in de weg, dus ik pakte alles op. Damn it. Oké, dan wachten we eventjes. Nee, 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 nee. We moeten snel zijn, want hier moet namelijk nog een servo in. Want hier moet Liquid XP eerst inkomen. Want anders... Hoe ga ik dat doen? Mob Essence moet hier inkomen, want anders dan krijgen we dadelijk sludge. Dus ik wil hier eigenlijk eerst eventjes een deel weghalen. En ik wil eigenlijk wachten tot het er nog eentje doet. Oh, damn it. Zo, Oké, ik ga nog één ding doen en dan stop ik deze episode. Deze is super lang en dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling, want ik moet alles nog renderen en zo. En oh mijn god. stress. Laten we even tot level 30 gaan, omdat ik dat leuk vind. Gewoon omdat het kan. En dan geven we jou... Geven we dit. Zoals we zien, gaat hier nu mob essence in. Kan ik dat nu eruit halen of niet? Kan ik dat nu al uithalen? Dat kan ik er niet uithalen. Waarom niet? Misschien moet hij eerst los. Oké, ik ga hem eerst even hier
dicht doen, want anders krijg ik alt XP, dat is niet de bedoeling. Oké, kan ik nu mob SS? Yes, ik kan nu mob SS eruit halen. Dan gaan we dus de Fluid Duck installeren. En Humatic Servo erin doen. En dan zeggen we alleen Mob Essence, Whitelist, Redstone, Ignored. En dan aan. En dan gaat de tank vol. Nice, nice, nice. Oké, okay, het werkt. Ik wil hier nog één tank doen. Zodat dan dit ding ook meteen aangesloten is. Dus dat ga ik offscreen doen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze episode. Dit is een hele lange episode. Ik weet het, guys. Het wordt ook geüpload op de... De 8-8, wanneer ik ook terugkom van vakantie, maakt allemaal niet uit. Bedankt voor het kijken. Geef een video natuurlijk een groen duimpje. Abonneer even op mijn kanaal voor veel meer. En dan check je allemaal de volgende keer weer bij een nieuwe Attack for Beating. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ahaha, twee criticals achter elkaar. En toen was hij dood. Nice. Iron, dat is ook altijd dan mooi om mee te nemen. Laten we een lichtje aanzetten. En dan laten we deze cave even... doorheen lopen. Even kijken wat we allemaal kunnen vinden in deze cave. Ik weet niet of we hier iets, überhaupt iets kunnen vinden. Zo te zien. Ja, je zou toch zeggen dat dit hier doorgaat. Dan heb ik bommen. Ik heb zeker bommen.